aanleiding van het filmpje over het freestyle vissen en het vissen met boeisysteem. Als je de dobber op het water wilt laten drijven en je breeklijn op je hoofdlijn wilt monteren, hoe dat je dat beste kunt doen, dat is heel simpel. Je neemt twee vingers en je pakt een lus. Ja? Je pakt een lus en je trekt de bovenste draad erdoor. Dan krijg je eigenlijk dit. Hier stik je je breeklijn door tot in de helft en je trekt dat aan. En nu trek je die knop aan, voilà. En dan heb je hier, kun je je outrigger aan bevestigen. Ik zal het nog eens een keer voordoen. Dubbel pakken, kruisen, de bovenste koord pakken en erdoor trekken. Hup, en dan heb je die dingen. Als je dat hebt, wat er dan gebeurt, hè, als je dit hier aantrekt, die onderste knoop, ga je dat zien? Voilà, dat komt volledig vrij. Nu, binnen deze kan ik dat niet doen, omdat ik hier een stukje draad gepakt heb. Ja, dat gaat niet doorbreken. Hè. Dus maar dan heb je dat ook.